Fabrine de Wild, beleidsmedewerker bij de NVM. En ik wil nu Annemieke en Feirike het woord geven om hun verhaal te doen rondom nierziekte en werk. En allereerst zal Annemieke iets vertellen en vervolgens zal Feirike het woord nemen. Heel veel plezier. En nogmaals, stel uw vragen als u behoefte heeft aan meer informatie. Ja, dankjewel René. Nou ja, ook namens ons allemaal welkom en leuk dat jullie je hebben aangemeld voor dit webinar. En dat wij ook iets mogen vertellen over het onderzoek dat wij al heel veel jaren doen. Oorspronkelijk is het onderzoek naar nierziekte en werk begonnen met Sherika, die al haar promotieonderzoek heeft gedaan in 2009. Sherika. Oh, 2007. Ik kan lip lezen, want je hebt je microfoon niet aanstaan. Dus het onderzoek naar arbeidsparticipatie van nierpatiënten gaat eigenlijk al heel lang terug. Daarna heeft Sherika ook een persoonsgebonden subsidie vanuit de Nierstichting gekregen om het onderzoek nog verder vorm te geven. En het is in de afgelopen jaren is dat afgerond. En nu voor ons ook heel leuk om jullie wat meer te vertellen over de resultaten van het onderzoek. Ik zit nu thuis, ik ben een beetje verkouden, dus mijn stem hapert af en toe een beetje. Vandaar dat Sherika en ik nou ook altijd op een andere locatie zitten, want we hadden het eigenlijk van tevoren iets anders bedacht. Maar goed, dat komt vast goed. Het onderzoek is uitgevoerd vanuit het UMCG en in samenwerking met heel veel ziekenhuizen in Nederland. Dus dat betekent dat de resultaten ook betrekking hebben op alle patiënten in Nederland. Ik zal zo meteen de dia delen en dan zien jullie ook dat er heel veel ziekenhuizen hebben deelgenomen. Misschien dat jullie zelf er ook aan hebben meegewerkt. Als het goed is, is de dia nu goed te delen of te zien. Het onderzoek is uitgevoerd vanuit onze afdeling, de afdeling toegepast gezondheidsonderzoek. En wij zijn als afdeling onderdeel van het UMCG. We hebben intensief samengewerkt met de afdeling nefrologie van het UMCG. Maar ook de afdeling nefrologie van het MCL, van het AMC, van Amsterdam, Leiden, Tilburg, Den Haag en Zwolle hebben ook meegewerkt. En daarnaast nog het dialysecentrum Groningen en de Universiteit van Maastricht. Waarbij de Universiteit van Maastricht vooral veel onderzoek heeft gedaan, ook naar chronisch ziek en werk. Dus meer voor mensen met een chronische ziekte in het algemeen. Vandaag zouden we de volgende onderwerpen aan jullie willen presenteren. Allereerst willen we iets vertellen over de arbeidsparticipatie van nierpatiënten. Hoe staat dat er nu voor? Daarnaast willen we graag ingaan op wat het werken nu makkelijker maakt of juist moeilijker. En we hebben in het onderzoek aandacht besteed aan zowel het patiëntenperspectief als het zorgverlenersperspectief. Dus daar willen we jullie een inkijkje in geven. En tot slot, als we daar nog tijd voor hebben, het gaat iets te snel, want ik kan zelf de dia's volgens mij niet bedienen. Tot slot, ik weet niet of René of Fons of jullie de dia's doen of dat die automatisch gaat, want het gaat iets sneller dan ik kan praten. Tot slot willen we een aantal stellingen met jullie. Ik denk dat je het zelf doet. Ik bedien niks. Nee, dat is bijzonder. Ik ga kijken of ik het bij kan houden. Tot slot willen we graag een aantal stellingen met jullie bespreken als er tijd voor over is. Maar we vinden het juist ook heel leuk om met jullie in gesprek te gaan over de dingen die wij presenteren. Dus als jullie vragen hebben, zoals René ook al zei, laat het weten in de chat. En we zullen na elk onderdeel proberen om ruimte te geven om jullie vragen ook te beantwoorden, zodat het ook echt een interactieve sessie wordt. Dus van harte uitgenodigd om jullie vragen ook te stellen. Allereerst het belang van werk, want het onderzoek naar arbeidsparticipatie van nierpatiënten is niet voor niks. Werken is voor jullie waarschijnlijk belangrijk, want anders zaten jullie niet in deze sessie. Nee, is voor ons belangrijk, is voor artsen belangrijk. Eigenlijk is werk voor heel veel mensen heel belangrijk. En er zijn verschillende redenen voor. Het levert natuurlijk geld op, maar het is ook dagvulling. Het kan inspirerend zijn, sociale contacten, behoefte aan waardering, erkenning. Dus er zijn heel veel aspecten van werk die werken belangrijk maken en waardevol.
Daarbij zie je ook dat in onderzoek steeds vaker de relatie tussen werken en gezondheid wordt gelegd. Dus dat betekent dat mensen die werken over het algemeen gezonder zijn. En dan gaat het zowel over lichamelijke gezondheid als ook mentale gezondheid. Dan is het altijd een beetje een kip of het ei verhaal natuurlijk. Van wat is nou eerst? Ben je gezond en daardoor makkelijk aan het werk of andersom? Maar het is ook echt steeds meer duidelijk dat werk ook echt over het algemeen tot een betere gezondheid leidt. In Nederland hebben we dan te maken met het sociale zekerheidsstelsel. Jullie vast allemaal wel bekend. Dat is eigenlijk begonnen ook in 2014. Dat mensen ook steeds meer werden gestimuleerd om mee te gaan doen. Hè, daarvoor had je te maken met de verzorgingsstaat. Dus vooral de overheid was verantwoordelijk voor het welzijn van de burgers. En daarna is er eigenlijk een omkering gekomen. Waardoor mensen steeds meer zelfverantwoordelijkheid kregen om mee te gaan doen. Dus dat betekent dat er een sociaal zekerheidsstelsel is opgezet. En dat geldt heel specifiek voor Nederland. Waarin mensen worden gestimuleerd om zoveel mogelijk aan het werk te blijven. Dat betekent ook dat mensen ook met een chronische ziekte steeds meer aan het werk zijn gekomen. Als we nu naar de beroepsbevolking kijken, en dan hebben we het over mensen in de leeftijd van 15 tot 64 jaar, dan zien we dat 68% van de mensen gezond is, dus niet te maken heeft met een chronische aandoening, maar dat 32%, en dat is dus een groot deel van de mensen die kan werken, 32% heeft een chronische ziekte. En dat wordt dan gedefinieerd door de arts geconstateerde ziekte, die dus chronisch is, dus waarbij geen herstel mogelijk is. In ieder geval niet op de korte termijn. Nou, en het aantal mensen met een chronische ziekte dat werkt, dat neemt toe. Dus je ziet ook dat in de maatschappij dat de aandacht voor het werken met een chronische ziekte ook steeds meer toeneemt. Om ervoor te zorgen dat er genoeg mensen ook aan het werk blijven. En het arbeidspotentieel, wat natuurlijk ook aanwezig is onder mensen met een chronische ziekte, dat die ook optimaal wordt benut. Maar goed, daar is ook heel veel winst nog in te behalen. Wat gebeurt er als je chronisch ziek bent en werk hebt? Allereerst word je natuurlijk zelf geconfronteerd met een chronische ziekte, met alle gevolgen van dien. Dat heeft ook impact op je gezinsleden en op je familie. Het kan gepaard gaan met verdriet, met boosheid. Je hebt te maken met zorgverleners waar je mee in contact komt. Dus de huisarts, de nefroloog en andere zorgverleners in het ziekenhuis. Maar veel mensen zijn daarnaast natuurlijk ook nog werknemer. En hebben ook te maken met een werkgever, met collega's. Maar als het functioneren op het werk minder wordt, ook met een bedrijfsarts of met een verzekeringsarts, als er blijkt dat werken in ieder geval niet zoals voorheen nog mogelijk is. En dat hebben we met deze afbeelding ook duidelijk proberen te maken, dat het enorm complex is. Dus het is niet alleen maar de ziekte waar je mee te dealen hebt, maar er komt eigenlijk heel veel omheen. Maar het doel van de studie Zeker Day at Work is allereerst om inzicht te krijgen in de ervaringen van mensen met een nierziekte rondom arbeidsparticipatie. Dus in hoeverre lukt het mensen met een nierziekte om aan het werk te blijven? En hoeveel mensen hebben betaald werk? Maar hoe gaat het ook als mensen aan het werk zijn? Dus hoe schatten ze hun vermogen in om ook te werken? Hoe functioneren ze op het werk? Zijn ze in staat om het werk wat ze voorheen deden in dezelfde snelheid te doen, dezelfde kwaliteit te leveren? En in hoeverre raken mensen ook arbeidsongeschikt? En dat kan zowel gedeeltelijk als volledig zijn. En we kijken daarbij naar alle fasen van de nierziekte. Dus dat betekent al voorafgaand aan de dialyse of transplantatie, maar ook tijdens dialyse en tijdens transplantatie. Nou, het tweede doel was om te kijken welke factoren het werken makkelijker dan wel moeilijker maken. Dus daar zullen we vandaag ook op ingaan. En als laatste hebben we nog gekeken naar de behandeling die mensen ondergaan. Dus is het nou zo dat mensen die een preemptieve transplantatie hebben ondergaan, dus dat betekent dat ze niet tussentijds gedialyseerd hebben, of die minder moeite hebben om aan het werk te blijven dan mensen die wel tussentijds nog gedialyseerd hebben. Nou, de studie bestond uit vier delen.
Er zijn interviews gehouden met patiënten, ook weer in de verschillende stadia. We hebben focusgroepen gehouden met zorgprofessionals. Dat zijn nefrologen, dat zijn maatschappelijk werkers, verpleegkundigen, maar ook met verzekeringsartsen, bedrijfsartsen. En we hebben een grote vragenlijststudie gedaan onder patiënten, waar heel veel informatie ook uit voortgekomen is over die arbeidsparticipatie. Nou, daarmee hebben we eigenlijk een heel groot fundament gekregen met kennis over die arbeidsparticipatie. En die kennis hebben we gebruikt om een concreet aanbod te ontwikkelen voor zorgverleners in het ziekenhuis, om de aandacht voor werk ook beter vorm te geven. En dat is het baanproject. En dan wil ik jullie kort iets vertellen ook over die arbeidsparticipatie, want hoe staat het er nu voor? In deze dia zien jullie het percentage patiënten wat in de verschillende stadia aan het werk is. Dat is gebaseerd op de vragenlijststudie waar 634 patiënten aan hebben deelgenomen. En wat we dan zien is dat 68% van de mensen die met nierfalen te maken heeft, maar nog niet gedialyseerd of getransplanteerd wordt, dat die een betaalde baan heeft van minimaal een uur in de week. Dus het kunnen soms hele kleine contractjes zijn, maar die hebben in ieder geval nog het contact met de werkgever. Nou ja, zoals we ook wel verwachten, is dat percentage onder dialysepatiënten is lager. Dus daar is het 52%. En als mensen getransplanteerd zijn, zie je dat het weer een beetje omhoog gaat. En is 64% van de mensen heeft betaald werk. Nou, dit zijn, als je dit vergelijkt met de participatie in de algemene bevolking, dan zie je dat ongeveer 80-90% van de beroepsbevolking in deze leeftijd, dus dan heb ik het over 35-65 jaar, is ongeveer aan het werk. Dus dat is toch minder dan de algemene bevolking. Kijken we ook naar het werkvermogen van werkenden. Dus dan hebben we mensen die een betaalde baan hebben gevraagd, hoe schat je je eigen werkvermogen in? Dan zien we ook dat mensen voorafgaand aan de dialyse en transplantatie dat met een 7,4 inschatten. Dus dat betekent dat ze hun functioneren met een 10 beoordeelden voordat ze een nierziekte hadden. Dan functioneren ze, beoordelen ze hun werkfunctioneren of hun werkvermogen op dit moment met een 7,4. Nou, voor dialysepatiënten is het weer een 5,4. En voor transplantatiepatiënten is dat wat hoger, dus een 8,2. Dus die ervaren toch een hoger werkvermogen ten opzichte van de andere groepen patiënten. En dat is ook niet zo gek, want ook de vermoeidheidscijfers laten zien dat een groot deel van de patiënten ook ernstige vermoeidheidsklachten ervaart. Dit zijn de vermoeidheidsklachten van de hele groep patiënten, dus ook de mensen die geen betaald werk hebben. En we hebben daarbij een afkappunt genomen. Dus dat betekent dat dit het percentage patiënten is wat echt ernstige vermoeidheidsklachten heeft. Nou ja, dan geven mensen in de voorstadia, die geven dus in de helft van de gevallen aan dat ze ernstige vermoeidheidsklachten zijn. Bij dialysepatiënten is dat 69%. En bij transplantatiepatiënten is dat weer fors minder. Dus daar heeft iets meer dan een kwart van de mensen heeft nog ernstige vermoeidheidsklachten. Nou ja, daar zit natuurlijk heel veel grijstinten zitten eronder. Dus dat betekent dat de andere groepen ook wel vermoeidheidsklachten heeft. Maar dit is echt een punt waarop mensen dat echt als ernstig ervaren. Dan kom ik bij de conclusies van deel 1. We zien eigenlijk dat mensen dus krachtig zijn. In die zin dat de arbeidsparticipatie nog best redelijk lijkt te zijn. Al is het soms misschien dan een aantal uren in de week. Maar dat mensen tegelijkertijd ook kwetsbaar zijn. We zien dat veel mensen dus werk hebben, maar dat werk energie kost. We hebben nu ervoor gekozen om niks over het ziekteverzuim te zeggen. Maar het ziekteverzuim lijkt ook hoger onder mensen met een nierziekte. Ook zie je dat mensen die aan het werk zijn soms ook nog een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben. En dus vaak zit een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsverzekering. En dat mensen die aan het werk zijn soms ook echt aanpassingen in het werk hebben moeten doen. En daardoor dus ook beter in staat zijn om aan het werk te zijn. Nou ja, het blijft natuurlijk wel ook dat een aanzienlijk deel van de mensen het niet lukt om te werken. En dat is ook begrijpelijk, omdat de klachten natuurlijk soms zo ernstig zijn dat het hebben van werk gewoon lastig wordt. En dat geldt nog meer in het bijzonder voor bepaalde beroepen.
Dan stop ik even met het delen van de presentatie, zodat we jullie even kunnen zien. Want ik weet even niet of er vragen via de chat zijn, of dat er mensen zijn die reactie willen geven of een vraag willen stellen. Via de chat is er nog niks binnengekomen, geen vragen. Nee, ik weet niet of er inmiddels mensen zijn die vragen hebben of een opmerking willen maken. Er komt nu een vraag binnen. Hebben jullie ook verschil gezien in leeftijdscategorieën? Nou, we hebben dat niet heel erg in leeftijdscategorieën bekeken. Hè, want we weten wel vanuit de algemene beroepsbevolking dat dat percentage wat ik net op noemde, hè, die 80-90% arbeidsparticipatie, dat het ook vooral geldt voor de mensen van 35 tot 55. Dus je ziet ook in de algemene bevolking dat die arbeidsparticipatie daarna afneemt. Maar we hebben niet per subgroep deze data verder bekeken. Nee, dus we hebben alleen gekeken naar wat het gemiddelde arbeidsparticipatie van de hele groep en dan per ziektefase is. Is nog wel een idee om te doen, dus zouden we nog wel eens wat verder in de diepte kunnen bekijken. Ja, we hebben zeker, want ik zit ondertussen de chat nu te kijken, wel gekeken wat voor werk mensen hebben. En daar komen wij straks ook nog wel op terug. Dus we hebben wel gekeken of mensen fysiek werk hebben, dus lichamelijk belastend werk of mentaal belastend werk. En dan zie je dat, maar daar komen we straks op terug, dat lichamelijk werk toch een andere belasting geeft en ook vaker tot uitval leidt dan mensen die meer een bureaubaan hebben. Daar komen we straks nog op terug. Er is nog een vraag binnengekomen, dat in Nederland de sociale zekerheid arbeidsdeelname stimuleert. Maar geldt dat dan voor andere landen niet? Er zijn hele grote verschillen tussen landen. In Europa zie je van alles. Het is lastig om daar op detail op in te gaan. Maar in Nederland schijnt het sociale zekerheidsstelsel echt wel uitzonderlijk te zijn. Dus dat er echt veel geregeld is waardoor mensen optimaal gestimuleerd worden. Natuurlijk ook in aanmerking kunnen komen voor voor de VIA. Dus ook een vergoeding kunnen krijgen op het moment dat het werk niet lukt. Of voor het deel dat het werk niet meer lukt. Dus het sociale zekerheidsstelsel in Nederland is echt, in vergelijking tot de meeste andere landen, echt dat zit beter in elkaar. Ik weet niet of jij er nog dingen op wilt toevoegen, Sherike. Ja, als je het vergelijkt met Amerika, dan wordt daar een arbeidsongeschiktheidsuitkering ook vaak wel gekoppeld aan de ziektekostenverzekering. Dat is een hele onhandige combinatie, want als je dan kiest om weer te gaan werken, dan word je ook meteen geconfronteerd met meer kosten voor je behandeling. Dus dat werkt eigenlijk negatief. Hè? In Nederland is het mogelijk om naast je via-uitkering of WAJONG gedeeltelijk te werken. Dus dat faciliteert, dat helpt eigenlijk. Ja. En daarbij moeten we nog wel aanvullen ook, hè, want die sociale zekerheid, dat is heel ingewikkeld. En per land is dat ook heel ingewikkeld om dat met elkaar te vergelijken en daar nu zo'n uitspraak over te doen. Wat we wel nog als opmerking hieraan kunnen toevoegen, is dat het sociale zekerheidsstelsel in Nederland heel goed in elkaar zit. Hè, dus dat veel mensen daar veel baat bij kunnen hebben. Maar dat we tegelijkertijd ook een grote groep werknemers hebben. Of het zijn eigenlijk geen werknemers, dat zijn de ZZP'ers en de mensen die in flexconstructies werken. Die dus niet in aanmerking komen voor die sociale zekerheids, voor die sociale zekerheidswet. En daarmee ook geen gebruik kunnen maken van alle faciliteiten die daaromheen georganiseerd zijn. Dus dat is nog wel belangrijk om ook er aan toe te voegen. Dus we hebben een heel sterk sociaal zekerheidsstelsel, maar dat is niet voor iedereen toegankelijk. En daar verandert natuurlijk momenteel ook best wel het een en ander in. Bijvoorbeeld Wouter Koolmees heeft een actie ondernomen om bijvoorbeeld ZZP'ers zich verplicht te laten verzekeren. Dus er gebeurt wel van alles op dat gebied, maar op dit moment zijn daar nog geen concrete afspraken ingemaakt. Er is nog een vraag binnengekomen of het bekend is of de waarde van werk voor nierpatiënten verandert in de loop van de tijd.
Ja, dat is ik te denken, dat zou je wel verwachten. Dat hebben we in het onderzoek natuurlijk niet meegenomen, ook omdat het onderzoek niet over de tijd heeft vorm gekregen. Dus we hebben dat niet op die manier kunnen bekijken. Maar ja, ik kan me wel voorstellen, maar misschien dat in de interviews nog uitgebreider aan bod is gekomen, dat mensen wel meer op zoek gaan ook naar een balans. Hè, dus voor sommige mensen is werk misschien des te belangrijker geworden. Juist omdat je andere dingen zoekt, maar het kan ook zijn dat je juist meer op zoek gaat naar een werk-privé-balans. Ja, dus dat werk minder belangrijk wordt. Dus ik denk dat dat per patiënt ook heel erg kan verschillen. In de chat hebben we alle vragen beantwoord. Zijn er nog andere vragen? Of mensen die een opmerking willen plaatsen, of misschien die vraag wel willen beantwoorden, van verandert de waarde voor werk voor jullie persoonlijk? Nee, dan ga ik de PowerPoint weer delen en dan neemt Sherique het stokje over. Ja, dankjewel Annemiek. Een mooie intro heb je gegeven. Ik ga iets vertellen over de interviewstudie, waarin we echt het perspectief van mensen met een nierziekte in kaart hebben willen brengen. Van wat zijn hun ervaringen nu? Wat heeft hun belemmerd in het houden van werk of wat heeft hun juist geholpen? En ik zal het woordje nierpatiënten gebruiken, want het is gewoon de kortste term. Maar heel veel mensen geven aan dat ze zich niet echt patiënt voelen, hè, alleen als ze in het ziekenhuis zijn. Dus vat dat niet in die zin anders op dan ik dat eigenlijk gewoon praktisch bedoel. Mag wel naar de volgende dia, Annemieke. Wat hebben we gedaan? We hebben een kwalitatief onderzoek gedaan. Dat wil zeggen dat we mensen echt open vragen hebben voorgelegd, waarin ze echt hun eigen verhaal konden doen, omdat je dan ook zoveel mogelijk ervaringen boven tafel krijgt. Nou, we hadden 27 deelnemers, 8 mensen die dialyse volgden, 13 mensen die waren getransplanteerd en er waren 6 mensen die matig tot ernstig nierfalen hadden en geen nierfunctievervangende therapie kregen op dat moment en behandeld werden met medicijnen of met een dieet. Het is zo dat die in die dialysegroep, daar zaten ook weer mensen die eerder al getransplanteerd waren. Hè. Dus sommige mensen keken terug op een periode van wel 20, 30, 40 jaar leven met de nierziekte. Dus daar zat een schat aan ervaring in. Wat we hebben gedaan is, al die interviews die zijn allemaal uitgetypt. Misschien kan je dat even op de vorige dia laten zien, Annemieke. Als dat lukt, die zijn allemaal uitgetypt. Dan ga je al die documenten analyseren. En hoe breng je daar orde in? We hebben daar een model voor gebruikt, wat ook door de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, en in de revalidatiefil wordt gebruikt. Dus dat je kijkt naar de biologische, dus de lichamelijke kant van het verhaal, maar ook naar de impact, de psychologische impact en de omgeving. En dat is bij werk natuurlijk heel belangrijk. We hebben altijd te maken met de werkomgeving. En dan staat op de volgende dia het eerste blokje, de biologische, de gezondheid. En wat we hoorden uit het verhaal is dat vermoeidheid eigenlijk altijd bij iedereen wel speelt. Kan heel verschillend zijn. Mensen na een transplantatie, de een kan zich weer goed fit voelen en de ander juist nog steeds vermoeid blijven. Dat liet Annemieke ook al zien. Hè? Een kwart van de mensen is nog vermoeid na een transplantatie. Maar de verschillen zijn groot. Nou, wat van belang is, is ook die gezondheidsklachten zijn niet alleen lichamelijk, maar kunnen ook cognitief zijn. En daarmee bedoelen we mensen kunnen last hebben van verminderde concentratie of geheugenproblemen. Iemand noemde het voorbeeld van ja, ik moet snel offertes kunnen uitrekenen als ik in onderhandeling ben met een klant. Dat ging gewoon niet meer, hè, het hoofdrekenen. Of een procesoperator die veel concentratie nodig heeft om op de computer steeds alle grafiekjes goed in de gaten te houden. En dat gaat dan minder. Nou, wat we daarnaast zien als een belemmerende factor is de belasting van de therapie, hè, de dialyse. Misschien weten mensen dat ook uit ervaring. Het kost veel tijd, maar het is ook belastend. Je kan je daarna na hemodialyse ziek voelen. Maar het geldt ook voor transplantatie. En bijvoorbeeld voor de medicijnen tegen de afstoting.
iemand noemde dat hij een bepaald medicijn had waar hij veel trillingen van zijn handen door kreeg, waardoor het werk als onderhoudsmonteur natuurlijk lastig is. Nou, door in overleg te gaan met een nefoloog, kon dat afgebouwd worden en verdwenen die klachten ook weer. En onderliggend is natuurlijk, ja, hoe is je algehele gezondheid? En je hebt, veel mensen hebben niet alleen een nierziekte, maar hebben nog andere bijkomende ziekten erbij. Zoals hart- en vaatziekten. En dat kan je conditie ook ondermijnen. Wat we daarnaast hoorden is dat, wat ik al zei, mensen kunnen heel erg verschillen in hun ervaringen. Maar ook vooral in goede en slechte dagen. Ja, dus en dat valt niet altijd iets over te zeggen wanneer je die goede en slechte dagen hebt. En dat kan impact hebben op het werk. Nou, dan een blokje de persoon. Als je focust op de persoon, dan is allereerst natuurlijk de confrontatie met het horen van de diagnose, het hebben van de nierziekte, de beperkingen die erbij komen. Dat heeft natuurlijk wel impact. En patiënten vertelden ook over negatieve ervaringen, negatieve emoties. En daarmee bedoelen ze stress, maar bijvoorbeeld ook angst. Angst voor de dialyse. En ze noemden het woordje het niet accepteren. En dat klinkt altijd, vind ik, heel negatief. Hè? Zo van, nou ja, iemand accepteert de ziekte niet. Maar wat ze daarmee bedoelde is eigenlijk, ja, ik kon het niet onder ogen zien. Waardoor ze voortdurend de grenzen negeerden en de focus heel erg lag op doorgaan in het werk. Maar dat op de lange termijn helpt dat natuurlijk niet. Dan ga je zo ver door dat je het op den duur volledige ziekteverzuim hebt. Nou, wat wel helpt, gaven patiënten aan, is een hele positieve instelling. Is het glas half vol of half leeg? Nou, dat kent u vast allemaal. En ook kijken naar wat kan ik wel in plaats van wat kan ik niet. En helpend vinden mensen ook hun doorzettingsvermogen en de wilskracht. Nou, dat gaf Annemieke ook al aan. Hè? Mensen zijn krachtig. We zien dat meer patiënten gewoon aan het werk kunnen zijn. Hoewel vaak ook met aanpassingen. En dat aanpassingsproces, ja, dat vergt natuurlijk tijd. Dat hoorde ik ook van een van de nierpatiënten die zei van ja, weet je, je bent eigenlijk vooral in het begin heel erg bezig met teruggaan naar de oude situatie. En dat kost veel energie. Maar de oude situatie, dat lukt vaak gewoon niet meer. Hè? Je zult je toch ergens moeten aanpassen. Nou, wat dan meespeelt is ook het werkplezier. Mensen noemen dat echt helpend. Zo van ja, ik doe mijn werk met heel veel plezier. Ik ga er graag heen. Dus ik wil ook graag aan het werk blijven. En motivatie is natuurlijk een belangrijke. Van waarom werk je? De vraag werd zo net ook even gesteld over. Nou, zien we verschillen als je kijkt naar leeftijd. Bij ouderen, 60-plussers, die geven wel aan van ja, ik zit ook aan het einde van mijn carrière en dan kies ik toch ook eerder vrijwillig om te stoppen met werken, hè, als dat kan. Dus in die zin kan leeftijd ook je motivatie wel meebepalen. En wat dan belangrijk is dan heb je een eigen bedrijf, ben je ZZP'er, dan heb je soms niet zo heel veel keuze. Je moet door of je moet drastische keuzes maken. Nou, een derde helpende factor is eigenlijk flexibiliteit. Dan kun je je eigen werktijden wat indelen. Kun je je eigen werk indelen in de zin van, als je goed fit bent, kan ik ook de moeilijkste klussen doen. Gaat de scherpte er wat af, dan doe ik meer de routineklussen. Dat zijn dingen die mensen wel als helpend hebben ervaren om hun werk te blijven doen. Nou, dan een hele belangrijke is ook openheid over de nierziekte. Deel je op het werk dat je die nierziekte hebt en de consequenties die de ziekte heeft? Of stel je dat zo lang mogelijk uit? Mensen geven aan dat ze er bang voor zijn om het te delen, want wat voor gevolgen heeft dat? Wordt mijn tijdelijke contract dan misschien niet verlengd? En dat is natuurlijk ook spannend, maar aan de andere kant, als mensen in je omgeving weten dat je die ziekte hebt, en wat voor gevolgen het heeft, dan kun je ook steun van hen verwachten en begrip. En daar hebben we ook echt uit de interviews ook wel voorbeelden over gehoord.
Nou, en dan het laatste is van, ja, hoe goed matcht jouw werk met jou als persoon? Als je werk op routine kunt doen, dan kun je met minder energie nog steeds je werk doen. Dan heb je wat reserves. Dan zit je net een nieuwe functie, een hele veel eisende baan. Ja, dan matcht dat op een gegeven moment minder met de energie die je nog hebt. En ja, heb je een goede match, dan helpt dat dan aan het werk te blijven. En word je overvraagd, loop je echt op je tenen. Dan kan dat een risicofactor zijn voor dat je het werk niet vol kan houden. Nou, dan gaan we naar de werkomgeving. Voordat we het onderzoek begonnen, zei iedereen van, nou, kijk je wel naar de werkgever, want de werkgever die heeft toch ook een belangrijke rol. Als het gaat om werken met een chronische ziekte. Nou, dat wordt door patiënten ook zeker aangegeven. Hè? Ze zeggen van, nou, ik heb een sociale werkgever bijvoorbeeld, die wil meedenken. Of ik heb een grote werkgever. En nou ja, er waren andere afdelingen waar ik bijvoorbeeld bureauwerk kon doen. Dus ik kon mijn werk wat aanpassen. En dat is wel helpend. Maar je hebt natuurlijk ook werkgevers die gewoon ja, niet meedenken. Dat is helaas zo. Nou, wat ook niet helpt is een tijdelijk contract. Ja, vooral met al het flexwerken wat we nu hebben. Annemieke noemde dat ook al even. Dat het vangnet voor bepaalde groepen is in Nederland gewoon slechter. En daar vallen mensen met een tijdelijk arbeidscontract op onder. Nou, zwaar werk. En dat kan lichamelijk zwaar werk zijn. Maar ook geestelijk inspannend werk. Dat is sowieso lastiger als je minder energie hebt. Dus dat is wel een risicofactor op ja, uitval uit arbeid. Wat helpt is flexibiliteit. En kun je je eigen werktijden indelen, je werktaken. Dan kun je een en ander beter op elkaar afstemmen. En die flexibiliteit, die, ja, je hoopt ook dat de werkgever je daarin faciliteert. Als dat zo is, dan helpt dat ook. Nou, wat ook helpend is het werk aanpassen en dat ook op tijd doen. Hè? Dus voordat er uitval is. Dus minder uren werken, andere taken gaan doen, thuiswerken, zodat je niet hoeft te reizen, of op minder locaties werken, dat is ook allemaal helpend. En de laatste is dan ja, steun op het werk. Kunnen je collega's wat anders wat dingetjes overnemen? Kan het werk wat anders georganiseerd worden, zodat je het toch vol kunt houden? En patiënten zeiden ook van, nou, ik had ook echt, ik heb de steun van mijn partner thuis. En dat helpt ook. Zodat ik thuis goed dingen geregeld heb. Minder huishoudelijke taken hoef te doen. Zodat ik energie voor het werk overhoud. Goed. Dan de zorgkant. Daar zitten zeker ook wel wat factoren die helpend zijn om aan het werk te blijven. Maar aan de andere kant ook echt belemmerend werken. En eentje daarvan is wel de lange wachttijd voor transplantatie. Als je lang op de wachtlijst staat, hetzij voor de dialyse of tijdens de dialyse, dan gaat je functioneren wel achteruit. En preemptieve transplantatie is daarnaast weer helpend, omdat je een dialyseperiode over kunt slaan. Nou is het wel zo dat die wachttijd voor die preemptieve transplantatie ook wel oploopt. Zeker nu in de coronatijd ook. En wat we nog wel hoorden over preemptieve transplantatie is dat de onzekerheid met hoe snel die nierfunctie achteruit gaat. En die lange wachttijd maakt soms dat dialyse toch nog nodig is. Ja, dus dat... Nou, het heeft een positief effect, maar als de wachttijd te lang wordt, dan moet je alsnog in dialyse en dat is nadelig. Nou, wat helpend is, is een persoonsgerichte dialyse en daarin verschillen patiënten heel erg. De een zegt van, nou, ik wil beslist peritoneaal dialyse doen, want dat kan ik dan toch combineren met werken in ploegendiensten. En een ander zegt, nee, ik wil juist centrumhemodialyse doen, want dan kan ik ook tijdens de hemodialyse werken. En mijn dialysecentrum is ook flexibel, dat ik ook wel eens op zaterdag kan dialyseren, dus dat ik kan schuiven. Ik denk dat dit voor de zorgprofessionals heel erg belangrijk is, van
krijg je meer patiëntenzorg? Kijk dan ook, werkt die? En hoe kunnen we daar dan rekening mee houden? Nou, dan een praktische belemmerende factor is bijvoorbeeld een hemodialyse katheter in plaats van een shunt. Ja, dan mag je, heb je gewoon verhoogd infectierisico. En kun je ook niet werken in bepaalde settingen. Nou, en dan over de ARBO-zorg en UWV. Daar zijn de ervaringen heel verschillend. Sommige patiënten zeggen van, ik heb van mijn bedrijfsarts heel veel steun ervaren. Ook praktische adviezen. Die was goed op de hoogte. Die wist precies wat de nierziekte was. Tot patiënten die zeggen van, ja, de bedrijfsarts had echt geen idee. Die dacht getransplanteerd. Je kan weer volledig aan het werk of te snel werk hervatten. Dus daar is nog wel wat aan te winnen. Aan kennisniveau. Van de bedrijfs- en verzekeringsartsen ook. En een uitkering. Er waren ook jongeren die zeiden, nou die waarjong die helpt mij eigenlijk om aan het werk te gaan. Want daardoor is het voor mijn werkgever die me aangenomen heeft, minder risicovol als ik toch eens uitval. En dat was iemand die in een preemptief transplantatietraject ging. Dus toch een bepaalde periode ziek thuis zou zijn vanwege de transplantatie. Maar daarna weer perspectief had om, dat, om zijn baan weer op te pakken. Even kijken hoe ver we nu zijn. Want de tijd gaat ook door. Volgens mij is dit het wel ongeveer wat ik zou willen vertellen. En de, ja, dan kunnen we straks nog even vragen doen. De conclusie is dat wij hier wel van geleerd hebben dat iedere nierpatiënt uniek is. Maar dat ook iedere werksituatie uniek is. En dat we niet nu kunnen zeggen, nou, je zou dit moeten doen of je zou dat moeten doen. Hè, bijvoorbeeld voor de zorg. Als wel vooral kijken naar welke factoren spelen bij die nierpatiënt bij jou een rol. En dan ook kijken van, nou, wat zou jou dan helpen om aan het werk te blijven. En dan daarop inzetten. Dus dat is eigenlijk de belangrijkste conclusie. En er waren vragen. Even kijken. Ik kan de vraag nu niet meer zien. Ik zoek hem voor je op, zei Rieke. Ja, ik zie hem nu ook. Verschillen groot per patiënt. Ja, maatwerk, daar komen we zeker op of er verbeteringen mogelijk zijn. Ik denk, kom jij dan nog op, Annemiek, als je iets vertelt over baan nog? Wie dat zou kunnen doen in de zorg? Ja, dat die op maat vraagt. Ja. Ja, daar komen we eigenlijk steeds op terug. Dat, net wat Sherieke zegt, en waar die vraag ook over gaat, dat het altijd maatwerk blijft, omdat je met zo'n complex geheel aan factoren te maken hebt, dat het eigenlijk niet in een protocol of een vorm te gieten is. En dat is ook de reden dat we inderdaad in het baanproject ervoor hebben gekozen om de meeste mensen naar een adviseur arbeid door te sturen. Om heel erg gericht op de situatie van die persoon ook adviezen te kunnen geven. Ja. Op maat met al die factoren, maar ook de wet en regelgeving is heel complex. Dus elke vraag vraagt eigenlijk een heel specifiek antwoord. Wat nog wel eens een risico is, hè? Ik gaf ook aan, als je minder energie hebt, kun je dat opvangen door minder uren te gaan werken. Als je een nierziekte hebt met een heel langdurig verloop, dan zou dat betekenen dat je jarenlang minder uren gaat werken. En op het moment dat je dan ziekteverzuim hebt en weer komt, dan heb je ook een lagere uitkering over die gewerkte uren. Dus als je naar dat soort drastische aanpassingen gaat, zou ik altijd wel een arbeidsdeskundige ook raadplegen om te kijken of dat dan de goede oplossing is of niet. Ja. Ik zie in de vraag ook dat er gevraagd wordt naar ondersteuning op zowel biologisch, sociaal en psychologisch vlak. Maar ja, wat we nu binnen baan proberen is dat we wel kijken wat een patiënt nodig heeft. Dus we gaan door verschillende stappen te doorlopen kijken wat iemand nodig heeft. Nou ja, als mensen heel erg worstelen met het accepteren van de ziekte of met het vinden van een balans tussen wat je kunt en wat je zou willen, dan is een maatschappelijk werker natuurlijk ook een aangewezen persoon om daarover in gesprek te zijn of te gaan. Nou ja, wat ik eerder zei, de adviseur arbeid kan heel erg goed vragen beantwoorden over werk en over de wet en regelgeving. Maar Sherieke noemde daar ook mooi voorbeeld van.
Ook de nefroloog heeft een hele belangrijke rol. In die zin dat er eigenlijk actiever zou kunnen worden gekeken naar hoe de behandeling waar mogelijk kan worden afgestemd op de werksituatie van de patiënt. Sherieke noemde het voorbeeld van die trillende handen. Het voorbeeld van het type dialyse die je kunt kiezen en die beter te combineren is met werk. Maar zo zijn er meer dingen te bedenken. Bijvoorbeeld bepaalde medicatie die bijwerkingen geeft. Nou ja, soms is het zinvol om samen met een nefroloog te kijken of er een ander medicijn kan worden gevonden die minder bijwerkingen geven en waardoor arbeidsparticipatie makkelijker wordt. Dus elke betrokkenen heeft zo zijn eigen rol. En daar is echt nog wel winst in te behalen ook. Ik zie dat er nog een vraag is of het voor dialyse- en transplantatiepatiënten dan uitgesloten is om fulltime te werken. Nou, dat is het zeker niet. Wij hebben hele grote verschillen gezien van mensen die totaal niet kunnen werken tot mensen die volledig werken en ook geen aanpassing hebben gedaan. Hè? Dus hun werk op het oude niveau doen. En alles wat daartussen zit. Dus het is niet uitgesloten. Voor dialyse is het zo dat het tijd en energie kost. Dus dat kan alleen, je kunt alleen fulltime werken als je die dialyse er tussendoor fietst op de een of andere manier. Doe je dan nachtperitoneaal dialyse en je werkt in het onderwijs, dit is een voorbeeld uit interviews, dan is bijvoorbeeld het volgen van een cursus of avondvergaderingen lastig, omdat je dan toch al om 8:30, 9:00 aan de dialyse moet liggen als je 's morgens om 8:00 weer voor de klas wilt staan. Dus het kan wel, mits je aan je conditie en je energie ertoe laat en ook alles goed afgestemd is en je alles in balans hebt. Dus er is hoop. Ja, we hebben ook afgesproken dat af en toe voor mensen de microfoon kan worden aangezet. Dus als mensen liever niet via de chat, maar gewoon even iets willen in de groep willen gooien. We zijn ook wel benieuwd of je dit verhaal herkennen of juist helemaal niet. Dus of daar nog reacties op komen. Ondertussen lezen we de chat. En iemand een ervaring die zegt van fulltime werken lukt dus echt niet. We werken in het OV met wisseldiensten, dus dat maakt het natuurlijk weer complex. Getransplanteerd en fulltime werken kan niet. Nee, die verhalen horen we natuurlijk ook veel. Ja, en dan moet je echt kijken van wat zou jou dan kunnen helpen als je wel gemotiveerd bent en het belangrijk is om fulltime te werken. Dat kunnen allerlei redenen een rol spelen. Wat zou dan op de werkplek gedaan kunnen worden? Dat je dat ook kunt doen. Misschien niet meer die wisseldiensten. Ja, maar dan hoop je op een werkgever, een leidinggevende die daarin mee wil denken. Maar dan moet je eerst ook zelf de openheid overgeven. Ja, en hier ook een voorbeeld in de chat van iemand die wel fulltime kan werken. Ja, en je kunt parttime werken. Nou ja, dit is inderdaad zoeken naar een balans wat ook haalbaar is. Want we hebben ook wel veel mensen gezien die dus zoveel energie stoppen in het blijven werken. Dat het ten koste gaat van dingen die daaromheen ook heel belangrijk zijn. Ja, dus dat is ook altijd wel een zoektocht waarin het van belang is om ook de situatie thuis in gedachten te houden. En wat voor jou ook belangrijk is. Ja. Ik zou, dus iemand die zegt, ik werk fulltime en heb nog geen klachten. Ik zou mezelf af en toe wel eens de vraag stellen. En die zou volgens mij ook in het ziekenhuis gesteld moeten worden. Van goh, als je nierfunctie nu verder verslechtert, stel over een 30 jaar denk je dat je je werk nog kunt doen dan. Hè? Zoals je het nu doet. En als je die gaat beantwoorden met van nou, dat weet ik niet of het wordt moeilijk. Dan wordt het ook eens tijd om na te denken van hey, zou ik dan misschien nu actie moeten ondernemen? Of hoe ga ik dat dan doen? Ja, want dan ga je anticiperen in plaats van dat je doorrent en doorgaat en dan instort. Hè? Want die verhalen hoorden we natuurlijk ook. Ja, zullen we overgaan naar het volgende deel? Het derde deel. En als laatste hebben we dan de stellingen nog. Ik zie nog één van Wim. Niet grenzen verleggen. Dus in de chat dat niet grenzen verleggen. Geldt het met name voor patiënten die vanuit gezondheid ziek worden? Ik weet het niet. Ik denk dat dat... volgens mij is het ook heel menselijk dat je...
ja, zo lang mogelijk vast te houden aan zoals het normaal was. Dat je mee wil doen. Ik denk dat het misschien ook iets persoonlijks is. Nee, en de vraag over de bedrijfsarts. Er is een wetswijziging een paar jaar geleden. Je kunt zelf ook, als je denkt van, wow, ik weet niet hoe dat nu gaat de komende periode, kun je ook zelf naar een gesprek bij de bedrijfsarts aanvragen. Dus ja, je hoeft niet eerst ziek gemeld te zijn. Daar kun je zelf naartoe. Misschien moet je dat nog wel even uitleggen ook. Ja, als je verwacht dat je meer klachten gaat krijgen, is dat niet zo gek. Ja, ze hebben ook de taak om preventief te werken. Maar de praktijk is weer barstiger. Dus in veel bedrijven of organisaties wordt de bedrijfsarts niet op die manier ingezet. Maar in principe hebben ze ook de taak om uitval te voorkomen. Ja, ja. Goed, ik ga het scherm even delen. Want zoals ik ook aan het begin al zei, hebben we ook focusgroepen met zorgverleners gehouden. Want wat is nou de taak ook van zorgverleners? En dan gaat het zowel over zorgverleners in het ziekenhuis, maar ook over zorgverleners buiten het ziekenhuis. Dus we hebben focusgroepen gehouden met verpleegkundige specialisten, maatschappelijk werkers en de arbeidsgerelateerde professionals en met nefrologen. En wat zeggen die zorgverleners als het gaat over werk? Ja, veel zorgverleners geven aan dat ze zien dat werk belangrijk is voor veel patiënten. Maar dat, dat er grote verschillen te zien zijn tussen patiënten of ze wel of niet aan het werk kunnen blijven. Veel zorgverleners zagen daar een soort tweedeling in. Aan de ene kant patiënten die heel hard hun best doen om zo optimaal mogelijk te blijven werken. En aan de andere kant een groep patiënten die soms misschien te voorzichtig is en dan vrij snel uit het arbeidsproces stapt of in ieder geval minder gaat werken. Dus vanuit zorgverleners werd ook wel aangegeven dat die attitude van patiënten, de motivatie, maar soms ook wel de kennis belangrijk is in het wel of niet hebben van werk. Wat zij ook zien, wat zorgverleners ook zien, is dat er een hele grote variatie is in klachten tussen patiënten. Wat net in de chat ook al voorbij kwam. De ene patiënt is de andere patiënt niet. Soms is de vermoeidheid zo ernstig dat werk ook echt niet meer lukt. Werkkenmerken hebben we eerder gehoord. Dat zijn allemaal factoren die natuurlijk een rol speelt. Wat daarbij ook een rol speelt is de vermoeidheid. En dat vermoeidheid een belangrijke klacht is van veel mensen met een nierziekte, dat is duidelijk. Maar vooral bijvoorbeeld de verzekeringsartsen en bedrijfsartsen ook, die geven aan dat het heel moeilijk objectiveerbaar is. Dus je hebt eigenlijk alleen het verhaal van een patiënt over die vermoeidheid, maar je hebt eigenlijk geen meetinstrument om dat ook goed objectief inzichtelijk te krijgen. Een ander aspect wat speelt is de wisselende gezondheidstoestand. Dus het is ook zo dat iemand met een nierziekte over het algemeen niet voortdurend zich slecht voelt, maar dat er ook een wisseling in de dag is. Wat het lastig maakt om ook goed te participeren of de mogelijkheid tot participeren ook goed te beoordelen. De onzichtbaarheid van klachten wordt ook genoemd. En ook de kwetsbaarheid die vanuit het ziekenhuis natuurlijk ook wordt gezien. Dus de voorbeelden die Sherika eerder ook noemde. Infectiegevaren en dat soort voorbeelden. Wat zeggen zorgverleners ook? Wat wij heel opvallend vonden is dat vrijwel alle zorgverleners aangeven dat zij vinden dat de aandacht voor werk in het ziekenhuis hoort. En tegelijkertijd zien we hele grote verschillen tussen zorgverleners, maar ook tussen ziekenhuizen. En er zijn verschillende redenen voor. Zorgverleners hebben soms te weinig tijd. Dat geldt ook vooral voor de nefrologen, die al vaak volle consulten hebben en al veel dingen te bespreken hebben. Wat ook nefrologen aangeven, maar ook andere zorgverleners, is wel dat ze onvoldoende kennis hebben. Dus vooral kennis over de wet en regelgeving, over wat je mensen nou wel of niet moet adviseren en hoe je ze kunt ondersteunen. Dus dat is een grote leemte die er is en die dus het lastiger maakt voor zorgverleners om ook aandacht te besteden aan werk. En er is een gebrek aan verwijsmogelijkheden.
Dus als je vaststelt dat een patiënt meer nodig heeft, ja, waar verwijs je mensen dan ook naartoe? Nou, daarbij wordt ook opgemerkt dat heel veel patiënten toch ouder zijn. Dus dat werk eigenlijk niet meer een issue is. En ook het idee onder sommige zorgverleners dat een klein deel van de patiënten blijft werken. Dus dat een groot deel van de patiënten niet meer bezig is met werk. En dat staat natuurlijk wel haaks op de cijfers die wij gevonden hebben. Namelijk dat een groot deel van de patiënten wel aan het werk wil blijven en ook nog steeds aan het werk is. Nou, er komt ook bij dat, vooral als het over maatschappelijk werkers gaat, dat het per ziekenhuis heel erg verschillend is. In sommige ziekenhuizen is een maatschappelijk werker, die vaak het onderwerp werk natuurlijk in haar pakket heeft, is het contact met een maatschappelijk werker is onderdeel van de zorg die geleverd wordt. Maar in andere ziekenhuizen is de maatschappelijk werker op afstand betrokken of is een verwijzing gewoon lastiger. En de ene maatschappelijk werker is de andere ook niet. Dus er zijn maatschappelijk werkers die zeggen wij gaan met de patiënt mee naar de werkgever als het nodig is. En een andere maatschappelijke werker die zit vol met andere taken. Die heeft een te volle agenda en die zal dus ook minder aandacht aan werk besteden. Dus kortom, in het ziekenhuis is het aandacht voor werk nog niet structureel onderdeel. Maar is er in ieder geval wel motivatie om dat beter vorm te geven. Dan zeggen zorgverleners ook, wat zijn de mogelijkheden die ze dan kunnen bieden in het ziekenhuis? Is het vroegtijdig ondersteuning bieden bij behouden van werk om uitval te voorkomen? Het sluit weer aan bij het verhaal van Shurike. Dus niet wachten tot mensen uitvallen, maar eigenlijk al het werk bespreekbaar maken. Zodat mensen ook weten dat op het moment dat het minder gaat, dat ze ook in het ziekenhuis terecht kunnen. Patiënten ook informeren over de financiële consequenties van uitval. Dus wat betekent dat voor jou? Nou, als je bijvoorbeeld ZZP'er bent, maar ook als je zelf je uren al naar beneden gaat brengen, dan kan het consequenties hebben voor jouw beoordeling. En dus ook uiteindelijk leiden tot een lagere uitkering. En wat ze zeggen, we zouden eigenlijk vanuit een multidisciplinair team patiënten kunnen begeleiden. Zodat je dus patiënten op alle aspecten waar ze mee te maken hebben ook ondersteuning kan bieden. En dat zou betekenen dat er ook een adviseur arbeid of een andere deskundige op het gebied van arbeid zou kunnen worden toegevoegd, die vooral op het gebied van wet en regelgeving ondersteuning kan bieden. Nou ja, de barrières die vanuit zorgverleners worden gezien. Ik zit er even doorheen te kijken, want Shurike heeft natuurlijk al heel veel genoemd. En dan zien we niet zo heel veel verschillen tussen het verhaal wat patiënten geeft en ook wat zorgverleners zien. Dus ook hier zie je dat er hele ongunstige werkomstandigheden zijn die het lastiger maakt. Ook patiënten die weinig regelmogelijkheden hebben en weinig flexibiliteit. Dan zie je natuurlijk ook dat vooral de mensen die fysiek werk hebben, vaak ook minder regelmogelijkheden en minder flexibiliteit hebben. Dus dat werkt eigenlijk dan nog dubbel op. En daarbij ook de onregelmatige werktijden en het gebrek aan steun van werkgever en collega's. We hebben een aparte focusgroep met arbeidsgerelateerde professionals gehouden. Dus daar zaten de verzekeringsartsen, de bedrijfsartsen, vertegenwoordigers vanuit STAP, dus het adviespunt van de patiëntenvereniging. En het verhaal wat we daar ook horen is dat de meeste bedrijfs- en verzekeringsartsen, die zien heel weinig meer patiënten. En dat betekent dat hun ervaring en hun kennis over wat de gevolgen van een nierziekte is, en ook de belastbaarheid die daarmee samenhangt, dat die toch vaak beperkt is. Nou ja, soms kan dat leiden tot een overschatting van wat een patiënt kan, maar soms ook tot een onderschatting. Dus dat toch soms te snel het advies wordt gegeven om minder te gaan werken of te stoppen met werken. Terwijl je ook met een nierziekte vaak nog best veel kunt doen. Nou zijn er inmiddels in Nederland wel verschillende documenten, richtlijnen ontwikkeld. Het verzekeringskundig protocol is daar ook een voorbeeld van. Bedrijfsartsen en verzekeringsartsen hebben officieel wat toegang tot deze documenten, maar zijn lang niet altijd op de hoogte van het bestaan van deze documenten. Nou, en dan zie je ook dat er weinig tijd is om een patiënt goed te kunnen beoordelen. Dat over het algemeen de weg naar een nefroloog ook nog niet zo makkelijk wordt gevonden. Dus eigenlijk zou je willen dat een bedrijfsarts of een verzekeringsarts makkelijker contact met een nefroloog zoekt om ook goed geïnformeerd te worden over wat een nierziekte ook betekent. Nou, in de praktijk gebeurt dat eigenlijk nog te weinig.
Nou, ze hebben een gebrek aan objectieve meetinstrumenten. Dus in die focusgroep werd ook gezegd, ja, hoe stellen wij nou vast hoe ernstig die vermoeidheid is en wat het ook doet met die belastbaarheid. Dus dat is een barrière die echt door deze groep professionals ook wordt genoemd. Nou, en dat patiënten gebruik kunnen maken als zij twijfelen over de onafhankelijkheid van de bedrijfsarts, dat ze ook eventueel een second opinion bij een andere bedrijfsarts kunnen vragen. Nou ja, dan heb je daarnaast nog barrières in het zorgverzekeringsstelsel. Nou ja, daar hebben we het ook al over gehad, hè, dat die vangnetfunctie beperkt is tot mensen die betaald werk hebben en dus in dienst zijn van een werkgever. De wet en regelgeving is wel enorm complex. Dat geldt voor, zowel voor de patiënt, maar ook voor de werkgever, die zich natuurlijk ook moet verdiepen in de wet poortwachter en de andere wet en regelgeving. Er is veel onzekerheid rondom de keuring voor arbeidsongeschiktheid. En er is een beperkte flexibiliteit vanuit UWV. Dus dat betekent dat je eigenlijk als UWV zou willen dat je rekening houdt met de verandering ook in het functioneren van patiënten of de mogelijkheden van patiënten. Maar dat die flexibiliteit om daarop in te spelen er eigenlijk vanuit het UWV niet is. Maar komen we tot de conclusies van dit deel. Nou, vroeger het ziekteproces aandacht voor werk is belangrijk. Dat betekent dus ook dat er aandacht vanuit het ziekenhuis zou kunnen worden besteed aan het werk, maar ook structureel. En ook voor een balans tussen medische aspecten en werk. Dus hoe kun je daar toch, toch een beter evenwicht in krijgen? Nou ja, ook de variatie tussen patiënten, de klachten die niet altijd zichtbaar zijn en het gebrek aan instrumenten. Die al met al dus maken dat het beoordelen van de belastbaarheid van die patiënten best lastig is. En dat de begeleiding op dit moment van die patiënten om dus te participeren in werk sowieso vanuit het ziekenhuis kan worden verbeterd. En daar is, denken wij, echt heel veel winst te behalen. Nou, dit was het derde deel van ons onderzoek. Ik weet niet of hier tot zover ook vragen over zijn. Het kan ook live, dan kan de microfoon even worden opengezet. Er is wel een vraag in de chat gesteld. Heel interessant onderzoek. Welke vragen blijven voor jullie open? Anders gezegd, wat zou je nog meer willen weten? Een goede vraag. Een heleboel dingen. Ja, je wilt, nou, we zijn met een vervolgonderzoek ook bezig in het UMCG, hè, waarbij arbeidsgerichte zorg dan aangeboden wordt. En we zouden heel graag willen weten van, hoe zinnig is dat? Hè? Levert dat nu echt winst op in de zin van, nou, kun je dan met die adviezen, als je die toepast, langer aan het werk blijven? Of niet? Dus... Want uiteindelijk is dit bedoeld, het onderzoek is bedoeld om inzicht te krijgen, maar dan vooral ook, ja, hoe kunnen we nou die patiënten beter helpen? Dus daar, ja, dat, ik zou heel graag willen weten op patiëntniveau ook, omdat het zo complex is, van nou, hè, wat voor adviezen krijgen mensen dan? En wat kunnen ze daarmee? En wat is dan de uitkomst een jaar of bijvoorbeeld 2 jaar later? Omdat die nierziekte zelf ook, ja, het is voor altijd helaas. Dus mensen in de tijd vervolgen, ja, dat zou wel een wens zijn. Ja, en dan is die arbeidsgerichte zorg in de vorm van een baanproject dus één vorm van het ondersteunen, hè, van een manier waarop je zorgverleners kunt, of patiënten kunt ondersteunen. Dus wat Sherieke zegt, dat zou heel waardevol zijn. Maar je zou op heel veel andere fronten zou je ook nog ondersteuning kunnen bieden. En is dat zinvol en effectief eventueel? Dus daar is denk ik heel veel winst in te behalen. Want ik denk dat ons gevoel vanuit de interviews ook wel is dat, dat het soms een worsteling is. Hè? Vandaar dat we ook zeggen, mensen zijn krachtig en ze zijn kwetsbaar. Dus het lijkt voor heel veel mensen best een hele worsteling om alle ballen in de lucht te houden. En waar zijn mensen nou best mee geholpen? Dat is denk ik echt nog iets waar we te weinig over weten. Ja. Er komt nu net nog een vraag binnen. En diegene doet zelf een opleiding tot ervaringsdeskundig professional op het gebied van chronische ziekte en werk. En deze persoon merkt dat de informatie
of dat uit informatie dat er nog geen of weinig gebruik gemaakt wordt van ervaringsdeskundigen. Klopt dat? Ja, ja, dat klopt volgens mij, ja. Ja, ja, bij RWC, ja. Nee, zeg jij wat dan? Nou ja, wij zijn met het baanproject, waar we net even kort wat dingen over hebben gezegd, hebben we dus geprobeerd om de aandacht voor werk in het ziekenhuis vorm te geven. Nou, in dat project hebben we er heel bewust voor gekozen om alle perspectieven goed te vertegenwoordigen. Nou ja, Wim Sipma hier aanwezig is heel actief, ook als mede-projectleider betrokken en is zelf ook getransplanteerd. Maar zo hebben we ook meerdere patiënten echt heel actief laten deelnemen, net als we dat ook hebben gedaan voor nefrologen en andere zorgverleners. En hebben we echt met een groep van zo'n 20, 25 mensen hebben we nagedacht over hoe die aandacht voor werk in de zorg kan worden verbeterd. En dan zie je dat het inzetten van ervaringsdeskundigheid heel belangrijk en heel waardevol is. Dus het wordt, dat proberen we steeds meer. Maar we zien ook dat het echt waardevol is om dat te doen. Ja. Ik denk ook wel dat NVN daar een belangrijke functie in kan hebben. Hè? Ook met stap natuurlijk, waar mensen zich terecht kunnen met vragen. Blijft wel dat de situaties zijn zo verschillend. Dus dan weet ik even niet of de ervaringsdeskundigheid van degene die zorg verleent goed matcht met degene die hulp vraagt. Maar dat, ja... Ik weet niet, dat zou je in praktijk ook moeten kijken hoe dat uitpakt. Maar ik denk wel dat het kan zeker een functie hebben als het gaat om meer algemene zaken. Van, goh, nou ben ik ziek, hoe heb jij dat aangepakt? Hoe heb je dat op werk verteld? Of hoe ben je daarmee omgegaan? Dat zal zeker helpend zijn, ja. Ja. Nog een ander idee om mensen meer thuis te bezoeken. Dan zie je gelijk de omgeving van de patiënt. Nou, dat is denk ik een hele goede stap. Als dat mogelijk zou zijn, heeft dat heel veel meerwaarde. Want dan zie je een patiënt in zijn eigen omgeving met alles wat daar speelt. Maar je bent ook op bezoek. In plaats van dat een patiënt op bezoek is bij jou in het ziekenhuis. Dus dat, als dat georganiseerd kan worden, is dat een hele, dat zou een hele mooie stap, verbeterstap zijn. In het verleden had de NVN arbeidsdeskundigen zelf ook in dienst. En die gingen ook bij patiënten thuis op bezoek om concreet te adviseren. De NVN was toen ook die had ook de functie van reïntegratie. Dus die verzorgde ook reïntegratietrajecten, ook voor het UWV. Maar dat is destijds beëindigd. Er was geen budget meer voor. Ik denk dat dat wel een nuttige is. Dus we hadden het deels. Maar we zijn het ook weer kwijtgeraakt. Ja. Ik zag net een handje van Wim Sipma. Wil je nog geunmute worden? Want ik zie dat je handje nu naar beneden is. Fond, zou jij dat dan willen organiseren? Ja, ik kan het, volgens mij. Wat zeg je? Hoor je mij? Ja. Ja, kijk eens. Hey, vond het wel leuk net over die ervaringsdeskundige. Ik denk dat het heel nuttig is. Je moet dan wel altijd ervaringsdeskundig, want natuurlijk het is mooi dat je ziek bent geweest en je kunt verplaatsen in, maar je moet ook altijd als ervaringsdeskundige natuurlijk wel goed beseffen dat de ervaring van die andere persoon gaat met wie je dan eventueel in gesprek bent. Het kan heel anders zijn dan jouw eigen ervaring. Dus ik denk dat misschien ook wel ligt in zo'n opleiding, zeg maar, voor ervaringsdeskundigen. Het is niet zo dat je je eigen probleem op tafel moet leggen of te kijken naar een oplossing van iemand. Maar ja, het gaat om die persoons oplossing op dat moment. Hè? Dus dat wou ik even toevoegen, dat ervaringsdeskundigen niet automatisch alleen maar over zichzelf lopen te kletsen. Ik weet niet of Serike dat ze net zei. Maar het nadeel van een professional is vaak dat je gewoon 20 zinnen nodig hebt, waarbij patiënten onderling soms in 1 of 2 zinnetjes precies weten wat ze bedoelen. Tenminste, dat merk ik wel op die NVM-bijeenkomsten. Als je een lunch hebt en iemand vertelt iets over wat hij heeft meegemaakt, dan snap je dat soms in 20 seconden, weet je wel. En dan, dat lukt een professional vaak niet. Ja.
Dat is een goeie en ik zie in de chat ook een reactie erop. Hè. Daarom is er ook een opleiding voor ervaringsdeskundigen, dat het meer is dan een gesprek over lotgenoten. Ja. Het gaat over die ander, maar je snapt wat je bedoelt. Dus je hebt minder woorden nodig. Ja. Ja. Ja, daar staat ook nog een opmerking van Marion van, goh, dat reïntegratieproject of die arbeidsdeskundigen, die hebben mij destijds zo erg geholpen, kan dat niet weer opgestart worden. Ja, dat is denk ik iets beleidskeuze binnen de NVN. Dus misschien is dat een interessante interne vraag die gesteld kan worden. Ik vond het mooie wel aan die arbeidsdeskundigen dat ze zo ontzettend goed ingevoerd waren en kennis hadden over de problematiek van mensen met een nierziekte. Ja, en nu is er natuurlijk ook STAP, Steun- en Adviesbureau, daar werken wij ook veel mee samen. En die bieden daarin ook hele goede ondersteuning, ook langdurig en ook natuurlijk vanuit vanuit de expertise die ze hebben op het gebied van nierziekten. Dus dat is ook een hele mooie mogelijkheid. En een adviseur arbeid die wij dan in het UMCG daarbij hebben. Dus bij ons wordt er gekeken van verwijzen we mensen door naar STAP of verwijzen we door naar de adviseur arbeid. Nou ja, dat geeft allemaal wel aan dat de behoefte aan specifieke deskundigheid op het gebied van arbeid, dat enorm belangrijk is. Ja, STAP is inderdaad advies, maar geen reïntegratiehulp. Dat is inderdaad een andere, dat klopt. Ja, het is 7:07. Dus ik denk dat we hadden nog een aantal stellingen, maar daar is geen tijd meer voor. We hebben wel, Sherieke, of we hebben een heel mooi artikel geschreven, wat ook aan de webinar gekoppeld zal worden. Er is ook een stukje over baan dan in wisselwerking verschenen. En wij hebben nog een infographic gemaakt op basis van de resultaten die we vandaag ook gepresenteerd hebben. Dus die zullen we ook toesturen en dan kan die ook gekoppeld worden. Ja, en we willen iedereen uitnodigen om ook nog te reageren. Dus mochten jullie andere tips, suggesties, vragen of wat dan ook hebben, mail ons. Want het is toch altijd een beetje kunstmatig. Hè? Er zitten heel veel mensen in de zaal, in de digitale zaal, maar we zien jullie niet en we horen jullie ook niet. Dus het voelt toch altijd wat ongemakkelijk dit. Dus mochten jullie nog een reactie willen geven, dan is dat van harte welkom. Dus via de e-mail van ons. Ik weet niet of die gegeven wordt, of die ergens te vinden is, of die kunnen we mailen. Vast ook wel via de webinar. Ja, we kunnen ongetwijfeld ergens jullie mailadres kwijt. Dat jullie inderdaad gevraagd kunnen worden voor meer informatie. Ik zie dat er nog net iets binnenkomt via de chat. Kan er info over de opleiding gedeeld worden hier? Ja. Maar dat is volgens mij de opleiding die een van de deelnemers, denk ik, doet. Ik denk de opleiding voor de ervaringsdeskundige, hè? Als begeleiding. Ja. En misschien goed, Annemieke, om nog even te delen dat, dit was een nierstichtingsproject, dus we zijn een nierstichting erg erkentelijk dat die dit onderzoek mogelijk gemaakt heeft, hè, maar het eindresultaat wordt vaak in internationale Engelstalige artikelen opgeleverd. En we zijn bezig om die in een Nederlandstalig rapport om te zetten, zodat dat ook voor iedereen in Nederland makkelijk te lezen is. Daar staan ook veel citaten van patiënten en van de zorgverleners in. We zijn in de afrondende fase, dus zodra we dat gereed hebben, sturen we dat denk ik naar het NVN. En misschien kunnen jullie dat op je website delen, of ik weet niet precies wat mogelijk is. Maar dat daar ook nog informatie uitgehaald kan worden. Ik ga bekijken wat de mogelijkheden zijn. Als jullie het ons toesturen, dan gaat dat goed komen. Wat betreft de vraag rondom de e-plan, ik ga er nog even achteraan, Marion, dan kom ik op een ander moment bij je terug. Ik denk dat we moeten gaan afsluiten. Het is 11:50. Sherieke en Annemieke, ontzettend bedankt dat jullie hier een inkijkje hebben gegeven in het onderzoek dat jullie gedaan hebben rondom nierziekte en werk. Ik vond het super interessant en ik denk, als ik kijk naar de vragen en opmerkingen die zijn binnengekomen, dat ook de deelnemers het heel erg hebben gewaardeerd dat jullie hier de tijd hebben genomen om iets te vertellen.
dank daarvoor. Ook aan alle deelnemers. Leuk dat jullie er waren. En dat jullie interactief hebben meegedaan via de chat. En bekijk het programma. Er staan nog een aantal leuke, interessante sessies gepland voor deze week. Dus welkom. We gaan het hiermee afsluiten. Nogmaals dank, Sarieke en Annemieke. Graag gedaan. Ja, en dag nog. Iedereen ook bedankt. Fijne dag.